minste legging voor de ram. Voor Maart. Niet voor jou. En ruimte maken. Nou ja, als je deze video kijkt met een bepaalde vraag, een bepaalde reden, dan denk ik dat je hier je antwoord hebt. Dus nee, dit is niet voor jou. Eens kijken wat deze kaart willen zeggen. Ja, wat dit zegt is dat er iets beters komt. Dus dit, waar jouw vraag over gaat. En voor de meeste van jullie gaat het om iemand, om een bepaalde persoon in je leven. Een bepaalde relatie die die relatie is niet goed voor jou en er komt iets beters voor je aan, maar dit is het niet. Je verdient veel beter dan dit. En ik denk dat je dat zelf ook wel weet. Want, nou ja, dat je met deze vraag in je hoofd zit, dat zegt eigenlijk al genoeg. Als je een teken nodig hebt over een bepaalde relatie, dan is dat eigenlijk al een teken op zich. Want dan voel je eigenlijk al dat het niet helemaal goed zit. Dus deze relatie waar je nu in zit, deze persoon waarvoor je deze video kijkt, is niet de juiste match voor jou. Maar er komt een heel nieuw, met de dwaas, een hele nieuwe persoon aan voor je. Wat er voor nodig is, is dat je weggaat van die persoon, dus echt letterlijk ruimte gaat maken. Voor iets nieuws. Dat is ook hoe het werkt, hè? Voordat er iets nieuws je leven in kan komen, moet je eerst ruimte maken. Je kan niet steeds maar nieuwe dingen opstapelen en verzamelen. Je moet eerst ruimte maken, vertrouwen en dan kan er iets nieuws komen. Nou, ik zie dat je echt uit die zorgen gaat komen. Dus je zit hier al eventjes mee in je hoofd. Met deze persoon, deze vraag, dit probleem. Op het moment dat je die beslissing maakt om hiermee niet verder te gaan, valt eigenlijk alles op zijn plaats voor je en komt alles op zijn pootjes terecht. Komt er een eind aan de, nou ja, zorgen, piekeren. Voor sommigen van jullie gaat het zelfs om een derde persoon die erbij betrokken is. En je weet eigenlijk al dat dit moet eindigen. Dus ik denk eigenlijk dat een hoop van jullie die een beslissing al hebben gemaakt, alleen nog even het laatste zetje nodig hebben. Dus zie
deze boodschap dan als het laatste zetje wat je nodig hebt. Dus deze persoon is niet voor jou. Je moet ruimte maken, want er is iets beters voor jou wat eraan komt. Die relatie waar je nu in zit, is het gewoon niet. En dat weet je zelf ook wel. En die nieuwe relatie die eraan komt voor je, die gaat ervoor zorgen dat jij je super lekker in je vel voelt. Dat je die persoon gaat jou behandelen als die keizerin. En dat is toch wat je wil. Dus niet een relatie waarin je moet raden wat er aan de hand is. Of waar je staat. Of wat die persoon voor jou voelt. Bekers 2. Een geliefde die flipte om. Kijken wat er nog bij komt. De geliefde. Toch. Ik hou ervan als dat gebeurt. Dus die persoon laat die gaan. Dat brengt je niks dan verdriet. En dat blijft ook zo. Het gaat niet beter worden. Ik zie dat dit gewoon zo blijft. Dus maak daar gewoon een einde aan. En voor je het weet komt er een nieuwe liefde voor je aan. Die eigenlijk perfect voor jou is. En het is een kwestie van tijd. En eigenlijk het enige wat je ervoor moet doen is even schoon schip maken. En plaats maken voor die nieuwe liefde die eraan komt voor je. Waarvan deze. Aantrekkingskracht. Je trekt romantische liefde aan door van dit moment ten volle te genieten. Het wachten is de moeite waard. Goddelijke timing. We zijn aan het werk in je liefdesleven. En elkaar leren kennen. Ja, dus er komt zeker weten een nieuwe liefde aan voor je. Dus probeer erop te vertrouwen dat allemaal goed komt. Voor je het weet, komt de juiste persoon voor jou naar je toe. Dus hou nog even vol. Zet dit gewoon door, einde van je relatie. Of relatie, ik weet niet hoe serieus het was tussen jullie. Ik denk niet heel serieus, niet heel lang. Maar het is tijd en er komt een nieuwe liefde aan voor je. Wat een goddelijke timing. Dus heel veel succes de komende tijd.